Al moet ik ook zeggen... Ben je al eigenlijk niet... over mijn aantal encounters heen? Weet je dat? Hoeveel heb jij? Ik weet het niet. Gebruik je speedbutter of niet? Nou, dat is... Weet je, dat is amper... dat maakt amper uit. Echt. Nou, maakt wel uit. Volgens mij. Ik zal zo eens kijken. Volgens mij gebruik ik wel speedbutter, maar... Het maakt niet zo heel veel uit, want je bent gewoon... Je speelt Robert Party. Nee, dit is Mario, zeg maar. Ik snap hem. Milan is Robert. Ik ben Yoshi, zeg maar. Die is wel goed. Wie maakt die grap? Simon. Oh, ja, die is wel goed. Broer. Ja, zijn broer. Ja, die vond ik wel goed. Snowflake, hè? Ja. Jammer dat we die laatste ook niet kunnen. Mm-hmm. Volgende keer gaan we weer eens Mario Party 4 spelen. 15 turns, alsjeblieft. Oh. Dat is niet 15. 15 turns, alsjeblieft. Wat doet die vinkt 25 aan? Laten we willekeurig. Oh, dat is niet willekeurig. Dat is Toadette. Oh. Ik wou trouwens nog even zeggen, dat was ik net aan het bedenken toen ik beneden was. Weet je nog dat wij in het begin echt dachten van... What the fuck is Boo aan het doen? Want op een gegeven moment stond hij gewoon op 0-0. Heel erg aan het eind van de game nog. En die had gewoon nog bijna gewonnen ook. Ja. Als ik niet die Green Star had gekregen... Ja. Dan had hij niet gewonnen wegens coins. Maar dan hadden we wel even veel sterren. Maar als hij die had gewonnen, had hij wel gewonnen. Oh ja, dan wel. Doesn't have star space. Each coin starts... Nee! The bane of my existence. Oh, wauw. Ik wist dat niet eens. Geen choms. Ik snap nu waarom je deze wou. Nee, oprecht. Oprecht, ik zweer het. Anders had ik deze niet gedaan. Dit is wel leuk voor de Twitch-compilatie. Ja. Drie. Ik mag een keer beginnen hoor. Huts. Dat is trouwens in deze map helemaal niet voordelig. Nee. Je kan het beste om achteraan beginnen, zoals jij. Ja. Song request, rules of play. Rules of play? Klinkt herkenbaar. Van welke band of artiest? Misschien dat het me dan niet zegt. Rise Against. Wow, Simon is goede muziek smaak gaan hebben. Zo. Dat wist ik niet. Ik hoor leugens. Ik denk dat Simon gewoon checkt op mijn Spotify wat ik het laatst geluisterd heb. En dat zegt hij dan, hey, speel die af. Daar zie ik Simon wel vooraan. Luistergeschiedenis staat uit. Ja. Wacht, ik heb daar hacks voor. Ik ga mezelf hacken. Mijn kon gewoon voor Donkey Kong kiezen. Ja. Mijn laatste geplayde song is Rules of Play van Rise Against. Kijk inderdaad op mijn Spotify. Ja, dat is echt een Simon-actie. Nee, ik wil X. Je moet 20 coins hebben. Oh ja. Nou, ik dacht ik zeg het maar voordat je zometeen teleurgesteld wordt. Nee, nu ben ik nu... Ik dacht ik request een nummer... Waar je van geniet. Ja, dat mag. Dat is best aardig. Ja, dat is wel lief. Dat is wel lief. Mag ik zo'n Sander lief in de chat? Oh, wacht. Die heb ik niet. Ah. Nee. Dat zou echt zonde zijn van zo'n slot. Want die kan je bijna nooit gebruiken. Oh, dat is niet waar. Ah, nee. Niet deze. Oh, we zijn wel met één computer. Maar in plaats van met twee... Het is niet dat ik tegen jou moet, dat is het vooral. Chill. Ja, ik zou er ook wel bang van worden. En nou, het is meer gewoon dat die twee computers scheid zijn. Fuck, ik sta heel ongunstig. Locatie. Oh, kut. Je hebt nu in Utrecht zo'n Pokémon TCG winkel, hè? Dat is echt vet. Echt Walhalla is wat? Dat. Heb je... Wow. Ik wist het niet eens. Dat is echt vet. Als ze dat nou vorig jaar hadden, toen was ik op vakantie in Utrecht. Nou ja,
op weg naar. In ieder geval. En we zijn er ook wel geweest hoor, daar niet van. Zitten we nu vast? Ja, we zitten vast. Wat een bullshit. We zaten er al echt vast, hè. Mag ik een Sanne Salt in de chat? Even serieus, dat staat er nergens op. Maar ze hebben... Wat verkopen ze daar dan? Alleen nieuwe sets, denk ik? Of... Ook gewoon gegrade cards, zeg maar. Oh! Voor heel veel geld. Van die hele old school boosterbox voor heel veel geld. Oh ja, nou ja, het is dat het voor heel veel geld is. Ja. En dat ik dat geld al ga uitgeven aan Nintendo. Fuck jou, Nintendo. Ondanks dat je leuke games maakt, dat terzijde hoor, maar... Kun je hier wel überhaupt Duel for Stars doen? Oh ja. Wie heb je gedaan? Daisy. Peach. 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 Daisy allemaal hetzelfde. Ja, Munty, stop me. Ik ben gelukkig iets eerder klaar met werk, maar wel ver nadat de presents is geweest. Dus ik ga gewoon zorgen dat ik niet op social media kom. Dan ga ik de video kijken, zeg maar. Met dat ik mezelf opneem, zeg maar. Dat je mijn reactie hebt en dan zet ik die op YouTube. Ja, je wou normaal gesproken stream jij dat natuurlijk altijd. Ja, dat is wel balen. Ik hoop echt gewoon dat ik niet gespoild word. Dat vind ik het belangrijkst. Ja, maar ik denk als je gewoon even niet je Twitter checkt, dat je al heel ver komt. Ja, maar het is wel een soort van automatisme, zeg maar. Ja, oké. En ik weet niet of er iemand grappig gaat zijn in de Discord of zo, weet je wel. Oh. Kun je daar niet even gauw voor een dag mute of zo? Ja. Ik heb wel in de Discord gevraagd of ze mij in ieder geval willen gunnen. Ja. Dan denk ik niet... Oh, dat doet pijn. Nee, maar... Ik had dat in mijn blacklist was ik er... dat is eigenlijk ook wel de reden. Ik heb heel vaak als ik dan inderdaad blacklist later wou kijken, dan ging ik toch Twitter checken en dan zag ik een acteur iets tweeten en dan denk ik, kut. Yeah. Maar ja, doe dat maar, Menti. Daardoor heb ik mezelf gewoon aangeleerd dat ik hem direct kijk. Want ja, dat maakt het wel beter. Dan word je niet gespoild. Mm-hmm. Of direct als ik wakker ben, dan de volgende dag dat ik hem dan direct kijk. Dat ik eigenlijk nog niet de kans heb gekregen om Twitter te checken. Als hij nou een bonus krijgt, hè? Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. En je staat wel voor. Dus in dat opzicht... Wees blij. Oh, wij kunnen ook nog geen ster stelen natuurlijk. Omdat we niet gewonnen hadden. Omdat we de game fucking bullshit was. Yeah. Ja. Ja, dat is wel kut. Tiriri. Half your coins, dat is wel chill. Ik ben daar. Wajo, 8 coins! Doe ze nice. Nou, ik kan nu wel een ster stelen. Ja. Moet je wel hopen dat iemand in de buurt staat, dat is wel nog steeds een ding. Oké. Lift leapers. Geen idee. Ik vertelde net aan mijn vader, hè. Want vroeger speelden we altijd... Oh, dit is best een kut minigame met het toetsenbord. Ik vertelde net aan mijn vader over het vorige bordje. Dat ik elke keer dat de ster spande aan de andere kant van het bord. Toen zei hij, ja, soms kan je ook beter een ster overslaan. En dan gewoon wachten aan de andere kant van het bord. En dan komt hij vanzelf jouw kant op. Ja. Mijn vader won altijd met de Mario Party. Ah. Mijn vader was echt goed in Mario Party. Dat is wel... Nice. Ik heb eigenlijk nooit echt Mario Party met... familie gespeeld. Ook niet met je broer of zo? Ja, oké, dat wel natuurlijk, maar... fuck, ik kan niks. Dat klopt. Oké. Wacht, oh, we moeten die kant op. Haha.
Oh, dat dit is zonde. Dit is niet mijn favoriete minigame. Godverdomme. Dit is niet, niet mijn favoriete minigame in ieder geval. Nee! Shit. Kijk, als hij nou hetzelfde zou spelen als een Mario... Godverdomme, een Mario platformer. Hey, ik jumpte! Nou, nu ben ik salty. Nice, Munty. Wat ben je dan aan het doen? Ben je je Pokédex aan het completen? Hey, ik jumpte! Nou, ik word nu zo boos. Oh, nu doet hij wel jump, hè? Bij die makkelijke jump. Oké. Okay. Oh, fuck. Ik wil dan ook steeds een klein beetje terug, omdat ik bang ben dat ik te ver ga en dan... Ja. Hey, dit mag ook wel. We hebben hier letterlijk 1 minuut over gedaan, jongen. 1,5 minuut. Voor mijn gevoel was het nog veel langer. Maar... Ja, echt, hè? Oké. Okay. Nice, Munty. Oh, Simon is ook ineens live. What the fuck? Wat een hater. Hoe durft hij? Ja. En hij heeft ook maar 1 kijker. En terecht. Moet hij maar niet live gaan als ik ook live ga. En jij. Mm-hmm. Zo. Boom. Fuck jou, Simon. Echt, hè? Zo. Oh, waarom? Waarom kon je nou niet eentje minder gooien? Gehast. Gaat ze dat doen? Nee. Er staat ook niemand in de buurt, dus dat is ook niet slim. Oké. Okay. Ja, ik ga daar maar naartoe. In de hoop dat ik de volgende keer... Oeh, misschien kan ik jou stelen. Maar deze werkt wel hetzelfde als die andere die we toen deden? Volgens mij wel, maar ik durf dat niet te beloven, want ik wist niet eens meer dat deze change op was. Oh, deze is wel makkelijk. Deze is wel te doen. Oké. Ik ben wel blij dat ik weer op dezelfde plek sta, anders dan zie ik mezelf er ook nog wel echt vooraan om de verkeerde te kijken, zeg maar. Mm-hmm. X. Oh, ik fuckte het alweer up. Oh, oef. What the fuck? Maar je raakt gewoon, als je 10 bent, dan heb je gewoon gewonnen of zo. Ik dacht dat het was de meeste. Nee, bij 10 heb je gewonnen. Oh. Wel chill. Munty doet de DLC van Pocket Monsters. Sword and Shield? Ja. Ah. Waar is die deck ook aan het completen dan? Nou, dat was hij aan het doen. Maar hij is nu met de DLC bezig. Oh, nee. Hij moet de gewone decks nog completen. Oh. Dat vond ik vooral... dat ik Sword and Shield had, maar niemand speelde die games meer. Normaal kun je echt heel makkelijk traden met mensen. Alleen iedereen, ja. Maar goed, dat is nu niet het geval. Want nu ga ik de dingetjes meteen meenemen. De Diamond and Pearl remakes. What the fuck? Ik was zo boos van deze game. Het wil vandaag echt niet. Gas, je staat nog steeds voor. Ja, nou en? Ja, niks nou en. Je staat voor, je moet blij wezen. Ja, maar dat kost me gewoon 20 coins voor niks. Ja, maar ja, dat is het risico. Dat je neemt. Heb jij dit geluk ook nog? Nou, misschien ga ik die niet redden hoor. Hoezo doet hij dat? Als hij mij... Ja, hij kan mij wel halen, hoor. Echt? Ja, niet met 9, denk ik. Oké, dus ik moet eigenlijk ook gewoon 9 gooien nu. Ja. Of hoger. Ik ben heel slecht in gooien, dus... Dat is even een dingetje. Ja, want dat is ook echt iets waar je goed in kan zijn.
Nou, ik heb wel ongeluk met gooien dan. Als je het zo wil noemen. Een warpipe, oké. Okay. Tuurlijk niet, ja. Ik zie de computer nog wel vooraan om het gewoon te proberen. Nee. Van, Ja. Dat telt toch niet. Maar Sander, wat doe je? Wat? Dat is fucking dom. Hoezo? Nou, als je die gouden gebruikt, dan kom je bij dat tweede huisje en dan staan Waluigi en ik gewoon binnen 4 stappen staan wij. Oh, ja, daar had ik niet aan gedacht. Ja, het kan op deze manier ook, maar nu moet je er heel veel geld voor betalen. Oh, ga je met 2 doen? Ja, dat moet wel lukken. Als het niet lukt, dan heb je er echt... Ja, je hebt net Waluigi. Precies, oké. Nou, dat is... Maar het was geen slimme play in ieder geval. Nee, dat klopt. Daar ben ik het met je eens. Maar dat deed ik ook niet expres of zo. Ik dacht gewoon van, dat is nu niet slim, want ik sta er dichtbij. Mm-hmm. Dat was mijn gedachte. Maar eventjes niet bij nadenken dat letterlijk 4 blokken daarnaast ook zo'n ding staat. Pixel perfect. Vind ik ook wel raar hoor, dat ze zo dicht bij elkaar staan. Dat is gewoon een kleine map. Oh. Dit is ook fun met de computer. Zijn we met de computer? Ja, ik ben met de computer. Echt, ik word helemaal nu al... Nee. Krenkjorm word ik al. Yes. Oh, je hoeft er maar 2 te winnen. Ja. Nee. What the fuck? Het is haast nog gunstiger als je die gasten stunt. Diegene waarbij je werkt. Oh! Yeah. Ja, Peach, daar heb je zelf niks aan gedaan hoor. Dat je hebt gewoon, noem maar niet zo stoer. Doe maar. Gaat hij me stunnen? Ja. Vind je het gek? Hij was mij aan het stunnen, gast. Ik ben niet salty, ik ben gewoon niet blij. Je boy staat weer eerste. Zoals het hoort. Ja. Hé, hey, we staan bijna gelijk. 5 coins staan. Ik hoop dat ik -1 gooi. Ik hoop het. Oh nee. Oh, ja, sowieso. Maar ga je het risken? Oh, je hebt maar 1 blok. Mm-hmm. Ik werd echt boos als ik het niet zo hold on tight. Oh. Ja, dat snap ik wel. Oké. Okay. Ik denk nu wel dat mijn vorige actie slim was. Ja, omdat want je nu heb ik hem staat. Nog. Ja. Oké. Okay. Oh, is hij nu voor mij ook weg, of... Hij is alleen maar vooruit geholpen. Wat is dit? Ja, maar heb ik er straks ook nog last van? Nee, of... volgens mij niet. Dat is eenmalig. Oké. Okay. Warpipe. Swap places with. Dat interessanter geweest als ze met jou had geswapt. Ja, dat had ik niet zo leuk gevonden. Oh! Ja, lekker Daisy. Of Peach. Ook goed. Wat een 3 kutte. Dice blocks? Waarom dat? Wat een je staat kutte. Er letterlijk bij. Straks haalt ze jou ook nog. Nee. Wat een kut, man. Nee, dat gaat toch nooit lukken, hoop nee. ik. Nee. En ze komt op een Waluigi Space. Ik hoop dat ze weet niet of dat ook nog werkt. Ja. Oh. Ja.
Dan raak je 10 munten kwijt. Maar omdat ze... maar 6 heeft, raakt ze er maar 6 kwijt. Joepie. Ja, achteraf gezien heb je gewoon fucking veel geluk dat het zich zo uitspelt. Ja, nee, maar ik kan nog door die whirlwind geraakt worden. Nee, 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 die staat er toch niet meer. Ik weet niet, ik heb niet gekeken. Je ziet het toch, hij staat, hij zou voor je staan. Oh, ik dacht dat hij verder weg stond. Sowieso wel. Oeh, mushroom orb, nice. Of course. Ja, dan moet ik gewoon één diceblok. 8, dit yes. Dit wordt ook weer zo'n potje hoor, jezus. Oh, je staat niet zo slecht voor als ik het toen voor stond hoor, dus... Oh, maar we zijn pas halverwege hè? Of nog niet eens? Ik stond toen in het begin echt al op 0 sterren zowat. Toen had jij echt al iets van 12 sterren en ik 0. Ja, kom dat we toen de hele tijd in dat rondje zaten van die, van die 3. Diegene die er meteen 3 stilde. Weet je dat nog? Ik weet het nog, ja. Ik had toen goed gespeeld. Nee, ik ben met de computer. Yeah. Niet met de computer. You are I don't like it when I'm with the computer. Hoe dan? Ik was echt aan het spammen. Die Peach kan ook echt niks. Waluigi is number one. Ja, ik deed ook één keer prangelijk op L drukken toen ik op R moest drukken. Ja, ja, daar gaat het fout. Daar gaat ja, het fout. Als ik dat niet had gedaan, had ik gewoon... Oh, ik heb zo'n leuke bingo gedaan. Ik wil erover vertellen, maar het duurt nog zo lang dat die online komt. Dat is zo... Oktober ook, dat is gewoon nog 2 maanden. Ja. Zeg maar... Ik snap bulkrecorden wel, maar hoe hun dat doen is. Dit is echt het goorste wat me kon overkomen. Hoezo? Ja, omdat ik dacht, ik gooi heel veel. Ik zou viewboard doen voordat je... Nee, ik weet waar Peach staat. Oh. Het is heel ver weg, maar ik kan het beter wel doen, zodat jij mij niet kan pakken. Oeh. Het is echt niet te geloven. Ik word zo scheidsziek van deze game. Gast, acht. Dat is... Oh, trouwens, niet te doen. Jij ik kan hem niet. Nee. Ja. Oh, dit ook nog. Didn't steal any stars. Welke was dat? Oh, dat is de helft van je coins. Dus dat is gewoon 1 coin. Dat is kut als je 100 coins hebt. Oh, boe. Hij mist een coin. Oh, wat chillen. Ik heb nu wel een extra coin, dat vind ik dan wel weer fijn. Ja, maar die Waluigi die heeft waarschijnlijk wel genoeg coins om van mij een ster te stelen, omdat ik weer zo weinig gooide net. Ja. Yeah. Oh, hij gooit 1. Ja, nou, hier. Waluigi gaat echt slecht. Wat doet dit? Het brengt Peach nog verder weg. Oké, nee, fijn. Nee, dit is echt kut. Nu staat ze achter ons. Ik denk dat ik dit wel ga doen. Of niet, ik weet niet. Je wil in deze game niet voor mensen staan. Dus misschien wil ik het niet doen. Maar Peach staat ook. Dus Peach gaat sowieso mij ook kunnen als ik... Zal ik je helpen? Zal ik je helpen? Ja. Peach heeft geen coins. Oh, echt? Volgens mij heeft Peach geen coins. Als je op B drukt, kan je zien of Peach coins heeft of niet. Nee, op B zei ik. Oh. Nee, Peach heeft geen coins. Oké, dan ga ik hopen dat ik laag gooi. Yes! Nou, dat is mooi. Dat scheelt weer. Je player. Granite Getaway. Getaway. Volgens mij moeten we dan ground pounden op die stenen, toch?
Oh, dat is deze. Oh nee, dus. Oh, dat is deze. Indiana Jones. Nee, dat is de E-team. Je snapt ook niks. Wat? Jij deed de E-team. Ik deed Indiana Jones. Nee. Joshi, don't do this. Ga even winnen of zo. Shit. Oef. Je moet hier eigenlijk gewoon vooral zorgen dat je ze ontwijkt. Volgens mij springen is echt best wel lastig in deze game. Ja. Yeah. Alleen dat verwacht ik elke keer niet. RIP noemen ze dat. Nou ja, toch wel. Munty, als je op mij abonneert, dan zie je Diglett. Just saying. Nou, ik heb ze al gezien. Oh, dat is wel slim. Ja, je gaat nu wel Waluigi kunnen pakken. Denk ik. Volgens mij stond Waluigi daar. Oh, je hebt geen antwoord coin. Typen in de chat en Engels spreken? Nee. Wat? Nee, ik zit op mijn chat te regelen. Oh, ik dacht dat Waluigi daar stond. Oh. Oh ja, Peach stond daar, maar toen ging ze... Ja, ik weet het alweer. Munty, dat had je niet moeten doen. Wat doet Munty? Ja, dat is even niet belangrijk. Daar kom ik zo op terug. Bonus. Nee, waarschijnlijk minigame. Waarschijnlijk gaat die om en om. Ja. Dat denk ik, dacht ik al. Kom maar op 3. Ja. Dat is wel nice. Stel ik me bij banana, maar nu weet ik hoe die moet. Nice. Nu ga ik hem natuurlijk falen. Zul je net zien. Oh, dit ging zo slecht de vorige keer. Titi. Oh, mijn ding reageert niet. Oh, nee. Oh, ik heb alsnog de meeste. 12 keer 3, dat is wel erg veel. Dat is wel echt even lekker, dat je denkt van yes. Aboom. Dat. Weet je hoeveel ik keer 3 had? Nee. 0. 3, 1. Oh. Echt 0? Ja. Wauw. Volgens mij ging die nu wel beter dan vorige keer, dus het helpt toch dat ik de game snapte. Circuit Maximus, wat was dat? Oh ja, die wil je niet. Trap Ease Artist? Deze ken ik niet. Nou, je moet de meeste Goombas hebben. Drop the cage. Hele slechte grap. Oké. Ah! Ik zag die gouden, ik denk, fuck it, ik ga hem gewoon laten vallen. Maar daardoor heb ik nu 0. Oh, ik heb er 1. Minimaal. Nee, dit is fijn. Wat een kut minigame. De minigame op zich is wel leuk, alleen... Ja, jammer dat ik verloor. Ja. Maar ook dit is wel een beetje geluk. Want als je... Peach had ook heel veel Goomba's bij de. Ja. Dit is ook eigenlijk een soort geluksminigame. Eigenlijk wel. Ze doen alsof het skill is, maar nee hoor. Waarom ga je niet...
Oh, er staat natuurlijk niemand. Heeft helemaal geen zin. Oh, jammer dat hij die andere kant niet opging. Ik heb echt zin in zo'n flipperkast, zeg maar. Waarom deed je dat niet? Je had mij kunnen pakken. Oh, dat wist ik niet, shit. Met chain chomp. Ja, dat wist ik niet. Want ik was natuurlijk van ding veranderd. Ja. Rip. Ja, ik denk dat ik vooral gewoon... Zou ik de super... Nee, ik doe het niet. Oh, trouwens, ik had geen coins, dus dat had ik niet gekund. Oh, ja. Waar heb je de emulate vandaan? Oh. Ik heb het dolfijnenprogramma om het uit te voeren. Ik heb het dolfijn. Je bedoelt de ROM. Wacht, bedoel je nu ROM of de emulator? Wacht, is dit It's Destroyer 133? Ja. Ja, die was net ook bij mij. Maar de ROMs zijn inderdaad heel lastig te vinden. Als je de ROMs bedoelt. Ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon een random meet gedaan. Wil ik het. Oh nee, dit is met de C. Ik weet niet wat de C is. Kunnen we dat zien? Ik weet ook niet wat de C is. Hoe komen we daarachter? Niet? Nope. Nou, dat is jammer. Ik ga gewoon met C proberen. Ja. Yeah. Of X of zo. Ja. Oké. Okay. Rip. Dat is nog een battle in de game ook, hè? Oké, je hebt de dolfin, dus je bedoelt waarschijnlijk de ROMs. En de ROMs zijn heel moeilijk te vinden. Ja, dat. Deze minigame is echt saai om te kijken. Als je de C-knop niet kan vinden. Ze zijn er wel fucking goed in. Ja. Tegenstelling tot wij. Ja. Maar ja, ik check gewoon eigenlijk altijd random shit. In de hoop dat ik een goede site tegenkom. Oh, dit was een battle minigame? Ja, dat zeg ik net. Ja, dat klopt. Dat had ik ook kunnen weten. Ik bedenk me ook. Oh, dank voor heel veel coins. Dat had ik ook niet meegekregen. Ja, voor 30 volgens mij. Ik bedenk me net dat ik dat wel had kunnen weten. Want daarvoor hadden we helemaal dat we die minigame zelf mochten kiezen en dat is altijd met battles. Ook dat, ja. Dus dat had ik echt wel kunnen weten. Ja. Ze schiet de turn wel op als iedereen één gooit. Oh. Ja. Op zich. Dat mag wel vaker gebeuren. Waar staat Peach überhaupt? Kan ik die pakken? Nee, die kan ik nooit pakken. Oh. Oh, de helft van de coins. Van de coins, nice. Lekker baby. Wat? Dit is goed. Peach is dood. Oh, ik krijg ze ook echt. Oh, wat verbaasd ben je, zeg. Wat leuk. Ja, moet ik die orb doen? Ik denk het niet. Je kunt ook niet zien in deze waar anderen staan. Dat vind ik wel jammer. Ja, nou ja, Peach staat... Ga eens terug naar de map. De druk is A. Oh, A. Ah. Nee, dus het is sowieso niet slim om dingen te gebruiken. Oké. Dan ga ik voor mijn map. Nee, viewboard bedoel ik. Wat is battle? Ik ga gewoon dice. Oh, dat moet je nu betalen? Oh, dan doe ik dat niet.
Wauw, dat ook Snack Orb. Ook dat nog. Ja, maar die moet ik wel op de juiste moment inzetten. Nee, dat dachten we toch de vorige keer ook. En toen kreeg je toch... Toen werd hij toch ook meteen gebruikt. Weet je dat nog? Oh ja. Ja, maar... Ja. Ja, misschien wel. Dat klopt ook. Catch you later. Snap je dat? Letter. Ja, van later. Alleen dan, zeg maar, omdat dat letter is. En dat lijkt erop of zo. Ja, grappig. Heb ik al eens gezegd dat ik dit echt geen leuke minigame vind? Ik vind het wel leuk hoor. Oh, Shy Guy, blijf gewoon... God voor de tyfus. Oh, jij gaat dit ook nog winnen ook. Want ik vind het geen leuke minigame. Nou, maar dat kan toch. Je kan toch een minigame niet leuk vinden, maar wel winnen. Ja, dat kan wel, kan wel, kan wel. Vooruit, mag. Hoezo dan vind je hem niet leuk eigenlijk? Nee, weet ik niet. Ik vind het irritant dat die Shy Guy zo hard rent. Ja, oké. Okay. Als die Shy Guy gewoon stil zou zijn, staan bedoel ik, dan is het beter. Moniets! Oh, jij zit achter me, kut. Ja, maar jij hebt zo'n kutbot. Oh ja. Oh god. Ja, maar dan ben ik die wel kwijt. Oh, het leven. Hé, hey, het is maar Waluigi, die heeft niet veel. Ja, maar geluk. Sander. Hoe heet het? Ik raak wel gewoon een ster kwijt, hè? Ja. En ik heb geen 8 sterren zoals jij. Oh niet. Oh. Shit. Met je kutbot. Ja, maar nu heb ik hem dus niet meer als jij straks mij gaat naaien. Oh, hij gaat sowieso met mij. Voor sterren. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Gamma. Waluigi, Waluigi. Pityfall? Ik... Oh, wee als dit... Dus... Nee! Hey. Dit is zoals Trash Landing. Ja, dat klopt. Fuck it. Ja, weet je, dit is toch geluk, dus dat maakt toch allemaal niet uit. Ja! Wauw, ja. Dat je zo wil winnen, Sander. Er stond ook een ster bij. Moet je gewoon de ster kiezen? Nee, toch? Nee. Ik zie dat nu ineens. Oh, wat een geluk. Nou, daar ben ik wel blij mee. Dan heb ik alsnog jouw sterretje gekregen. Indirect. Dat is mooi. Als zij nu met mij ruilt, word ik echt heel boos. Oh, dat is beter. Oh, dat is fijn. Want jij stond achter mij. Ja, maar jij had wel Waluigi ster kunnen pikken hier. Wat, dat is toch gewoon dom van de... Nee, want nu rent... Ja, nu... Ze gooit heel weinig, dus... In terugwerkende kracht is het dom. Alleen, als dan, ze ver weg had gegaan, had ik... Ja, snap je. Is voor jou moeilijker, ja. Jij wilt meteen weer 2 sterren, echt. Hoe gaat die greedy lopen doen, deze man? Ja, ik moet toch wat. Ik loop zo dik achter. Dan hoef ik die niet meer te gebruiken. Nee, die staan allemaal. Jij kan wel een ultimate play doen. Maar ik weet niet hoeveel je moet gooien. Wat? Ultimate play? Ik zie niet wat voor ultimate play. Nou, als je... Oh, wacht even. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En dan heb ik jou. Nee. Even kijken. Kan je even 2 keer op A drukken?
Even kijken, je staat op die blauwe daar. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Als je 12 gooit en je kan dan zo'n 3 die, want je hebt 30 coins, die lever je dan in. Krijg je die 3 dice blocks van zo'n chomp en je, hebt dan, en je gooit met die 3 dice blocks hoog, dan heb je gewoon 3 sterren erbij. Ja, maar dat is wel lastig om... Ja, je moet meer dan 12 gooien, maar het is wel een ultimate play. Als ik dat heb, dan is het chill. Als het je lukt, dan is het echt een ultimate play. Dat is dus wat ik dus deed tijdens die piramides. Ja, fuck it. We gaan voor de YOLO. Het zou vet zijn. En als je het niet haalt, dan ben je in ieder geval ver genoeg dat niemand anders je kan pakken. Hier, dat 9. Bedoel ik. Dat bedoel ik, hoor! Lekker, baby! Oh, wat een geluk. En nog een mushroom. Oké, dus als het niet was gelukt. Deze doen we eventjes no thanks. En dan deze kunnen we wel... Oké, viewboard. Even kijken, hoor. Oh, map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, dan 17. Ga ik wel gewoon... 17 voor ons alle drie. Ja, dat is wel een... Dat ga ik met 2 waarschijnlijk niet halen. Met 3 je misschien mag me ook echt... niet. Maar... Als dit lukt, mag je me echt bedanken voor die play, hè? Ja, hoor. Ja. Oh, thank god. Sander, als ik dit dus niet tegen jou had gezegd, hè? Ja, nee, dat is waar. Wauw, ik had het gewoon niet moeten zeggen, omdat het gelukt is. Maar hey, Peach kan nu ook weer een ster van mij afpakken, dus... Ze heeft geen geld. Oh. Hihi. Nou, misschien krijgt ze nog geld van de minigame. Dat kan, hè. Dat kan. Wauw. De Queen Maximus. Oh, die hebben we nog niet gedaan. Jawel. Nou, dat was ook een grapje. Nou, dat was een sarcastisch grapje. Ja, yeah, zo'n grapje. Zo'n joker. Zo'n joker. Ken je dat? Wat heeft joker er nou mee te maken? Is joker nou, dood? Hoe noemen ze dat? Ken je dat nog? Is joker dood? Nee? Van de Vlaamse mol, dat Pieter zo zegt... is Joker dood? Waarom is Joker dood? Toen hadden ze dat zo geremixed. Oh. Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen, joh. Boo. What the fuck? Lekker baby. Dat je zo wil winnen. Ik heb best wel weinig gehit dit keer. Ja, dat moest ook wel, want je ging fucking snel. Nou, kan een keer. Ik ben altijd heel slecht in deze minigame, dus... Je bent zeker zo'n YOLO waterpolo schaap. Nou. Hey, ik sta wel laatste, denk ik. Oh, nee, niet. Nee, Waluigi. Waluigi heeft 0 sterren. Okay. Ah. Oh, alleen Waluigi. Oh ja, oké. Okay. Maar je weet dus niet wat? Nee. Dat is wel kut, man. Is er verschil als er zo'n pijltje staat? Of als hij erboven staat en als het vakje... Kom je er nu pas achter? Waluigi. Is daar... Nee. Ja, dat heb ik wel eerder gezien. Maar is er een verschil tussen... Wat de dingen doen. Of... Ja, daar is een heel groot verschil. Wat de dingen doen. Is dat eenmalig of zo dan? Als ja, eenmalig. En die doet het meteen als je er langs loopt. En die platte dingen, zeg maar, dan moet je echt precies opkomen. Ja, oké. Ja. Ja, ik zou het wel proberen, gast. Ja, kijk, Waluigi haal ik wel, maar die heeft geen sterren. Voor Peach dan maar proberen. Oh. Ik denk Ach, dat Piet ja, wel gehad heeft. Ja, lekker baby. Oh, dit is ook wel voordelig. Ja, dan kom je op zo'n rood vakkie. Ja, maar dat ik voor oh, die... Oh, vlak voor... Oh.
Ik dacht dat je sarcastisch was. Nee. Maar je bedoelt dat je net voor zo'n vakkie staat. Ja, dat is wel. Nee, 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 nee. Gooi laag, gooi laag. Ja, daar heeft hij jou al mee, toch? Ja, sowieso. Hij had 4 kunnen gooien of zo. 3. Ah, oh, had hij nou maar 8 gegooid, dan kwam hij op mijn fucking. Ja, dan had hij de helft van zijn maar 1 coin. Ja, dan had hij de helft van zijn coins kwijt geraakt. Ja, nee, dat lijkt me. Ja. Gaat zij ook nog stelen? Nou, ik word. Nee, ze heeft geen coins. Oh. Let nou op. Duel. Duel. Ja, het is de laatste 5 turns. Ja, het is wel fucky. Oh. 1, luck. Geen luck. Maar Sanne, je winnen ze net ook een. Luck, minigame. Oh, deze kan je wel. Joke van Astro TV. Oh, dit is de. Wat? Nee, ik ben niet te zeggen joke van Astro TV. Nou, Astro TV is wel inderdaad een grote grap. Oh, Joker van Astro TV. Bedoelt hij. Ja. Dat denk ik. Nee, 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 nee. Ja. Waarom denk ik elke keer dat ik dood ga en dan net niet? Heeft hij weer gewonnen? Nou, we schilderen niet veel, hoor. Wee, wee, wee. Ja! Dat klonk echt heel grappig. Sander, hoe voelt het nou om 2 potjes achter elkaar te winnen? Ja, voelt echt goed, man. Ja. Maar, hey, we zijn nog helemaal niet zo ver, jongen. Ja, maar dit is uitzichtloos. Gooi even 1. Ik heb trouwens geen coin. Niet gelukt. Ja, nee, ik kan niet gooien. Dat zei ik toch? Ik ging voor die 1, maar ik kan gewoon niet gooien. Het is echt het slechtste moment om geen coins te hebben. Nee, ik ben no thanks. Wauw. Kut. Denk ik? Nee, is fucking gunstig voor jou. Nice. Nice, sir. Ja. Gunstig is wel nice. Help in ieder geval deze minigame met mij te winnen. Oké, burn stilte. Hè? Dat stond er niet. Het is net Aurora. Nee. Nee, doe nou niet zo. Straks stik ik weer. Beetje psychic. Dat staat nergens op, dat kan ik. Oh ja. Gewoon uitspreken. Oh, ik ben hier zo slecht in, hè. Dit is net touwtje springen in Mario Odyssey. Echt niet te doen. Ik haat dat. Zouden die stenen Gravelifers zijn? Nee, denk ik niet. Maar voor in Mario Odyssey moet je voor 1 ster... Ik probeer hem tussen de 100%. Moet je voor 1 ster 100 keer touwtje springen. Dat is echt niet te doen. Nou, ik weet waar het fout gaat. Ik weet waar het fout gaat, Sander. Nou. Het zijn geen sterren, maar manen. Oh, manen, dat bedoel ik. Waarom zei je dat dan niet? Nee. Gun mij alsjeblieft 7 coins uit deze orb. Helemaal niks. Wauw. Kutspel. Ook nog 10, natuurlijk. Hé, hey, dat is positief dan. Kom je lekker ver. Oh, oké, never mind. Ja, op een battle vakje. Hij gaat sowieso mij. Nee, daar heb ik alleen maar meer kans om te verliezen. Dat is waar. Kappel Peach. Moet ik kijken naar hoe jij Peach verslaat. Dat oh, Sander, dat ik heb al 2 keer naar een battle van jou zitten kijken. Ja, maar ik... Ja, maar dat is niet erg. Nee, dan is het weer niet erg. Oh, ja, maar dan hoef ik toch niet te wachten. Volgens mij is deze wel leuk. Of is het geluk? Oh ja.
Nou, het is niet helemaal geluk, geloof ik. Is dit niet met de rubble? Met de shake? Nee. Oh, ah. Oh, dit is waarvan ik zei dat hij toen gelukkig was, maar dat was hij niet, omdat je dus toen had op moeten letten. Ja. Dat weet ik nog. Maar dat had ik dus niet gedaan toen, opgelet. En toen had ik alsnog gewonnen. Dus toen was het wel geluk, maar ja. Nu was het niet geluk, want nu zag ik inderdaad hoe dat werkte. Ik snap nu waarom het niet een geluksminigame is. Wat ook niet gek is in Mario Party, hoor. Hé, maar Sander, betekent wel dat jij nu 2 nieuwe video's erbij hebt. Ik weet niet of ik ze alle 2 in een video ga editen. Ik kijk wel even hoe het loopt. Gewoon free content. Ja, dat is waar. Dat is wel waar. Hoef je niet apart iets op te nemen. Dat is zeker waar. Ik ga deze ook allebei uploaden, hoor. Nou, trouwens, deze 2 verlies ik allebei, dus misschien... Nee, zo ben ik niet. Oh, ja, en dan een volgende stream zegt hij... Ja, nog steeds, ja. Hey, ik kan mijn achterwinningstreek, want... Je hebt me door. Degene die geen video's zijn, dat telt natuurlijk niet, hè? Dat telt niet. Je hebt me door, Sander. Maar dit wordt sowieso het intro moment als dit inderdaad een video wordt. Ja. Hoeveel coins heb ik? Ja, doe maar. Dan kom ik er vast wel. Oh, ik had moeten kijken welke turn het is. 12. Oké, nog genoeg turns. Ik denk als het nou laatste turn is, of één na laatste. Dan kan ik net zo goed die Super Shroom gebruiken. Oh, dit ook. Oh, eindelijk. Ik heb ook eens een keer geluk, hoor. Oh, wat grappig. Have mercy, okay, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dit is echt 1. Niet leuk. Ik snap nou hoe jij je voelde tijdens die piramide level. Ja. Ik weet niet, ga ik het risken? Je hebt zoveel geld. Ik zou het gewoon doen. Kijk, weet je, 9 red ik waarschijnlijk ook wel met 2 dice blocks. Dat is het vooral. Ja, maar je slaat jezelf echt voor je hoofd als je het niet redt. Ja, maar dan kan ik wel nog een keer. Volgende turn. We hebben nog 3 turns, dus... Lastig. Munty, als je er nog bent, ik ben zo salty van vandaag. Ik ga toch voor 3, schijnbaar. Oh, jammer. Oh. Ja, nou maar. Holy shit! Yo, ik kan gewoon het hele bord rond zo. Ja, misschien dat je Waluigi ook nog wel kan packen. Ja, misschien wel. Ik heb het niet geteld, dat is dan weer jammer. Maar straks als ik een splitsing krijg... Nee, er zijn geen splitsingen in de nacht. Ah... Nou, nee. 29. Ik weet ook niet, waar stond Waluigi? Geen idee. 29, Sander. Doe even normaal. Had ik nou maar 2 gekozen, hè? Hier, dit bedoel ik. Had ik nou maar 2 gekozen. Had hij ook nog lopen zeiken? Oh, we hebben nou dat rubble. Ja, ja, hij is uitgezet. Ik zet hem wel uit. Ja, oké. Okay. Waarom doet hij het niet? Oh, help. Mijn ding was niet op het scherm. Oh, help. Belde dat niet? Wat? Nou, ik had hetzelfde probleem. Wauw, hij heeft weer de gouden kist. Nou, we kunnen stoppen. Ik heb weer een bom. 2 bommen. Wat is het voor een kutdag? Oh, als ik nu een bom krijg, word ik woest. Ik heb helemaal niks. Waarom staat er een uitopteken als ik niks heb? Dat kan soms. Fuck.
Ga niet in de weg staan, gast. Vol 4. Hey, als jij eens een keer stopt met zeuren. Hoezo doe je zo salty, gast? Echt, oh, dat zou ik niet weten. Jij bent hier toch de master of salt. Jij bent hier, zeg maar... Jij bent de zak zout. Hoe kan jij dit nu ook ineens? Jij bent de zak zout, zeg maar. Jij hebt zout uitgevonden. Hoe kan jij nu ook ineens zout zijn? Jij bent gewoon de hele zoutvlakte in Argentinië, ben jij. Oké. Oké. Ik heb geen geld, of wel? Nee. For you. Arme jij. Oh, wauw. Oh, hij gaat je sowieso naaien. Wat sneeuw. Oh, waarom zou hij dat doen? Wat sneeuw? Jij hebt echt iets met Nielson liedjes, hè? Het is ijskoud. Ja, en waarom zou je dat doen? Oh, ja. Ja, maar even serieus. Waarom zou je dat doen? Oh, nee! Hij heeft geen geld. Wauw. Maar je moet dus wel 20 coins hebben, want hij heeft gewoon 10 coins. Nee, dat is... Heb je... Hij gaat winnen, maar hij snapt de game niet. Nee, als je... 's nachts kan je kiezen en overdag moet je het altijd voor 20 coins, zeg maar. Oh, maar dan hebben we bijna alleen maar 's nachts. Volgens mij hebben we helemaal niet zo heel vaak overdag dat spul gehad. Nee, hoor. Dat komt ook omdat je overdag, zeg maar, tussendoor kan. En wordt het 's nachts zit je vast in die buitenste ring. Oh, geen... Dit is wel een leuke minigame en geen geluksminigame. Oh, alleen... ik denk dat ik hier echt heel slecht in ben. Ja, ik weet er niet of de controls super chill zijn. Oh, ik ga ster verliezen. Kom op, Peach, you got this. Peach gaat hard, jongen, hè? Ah, rip. Oh, nee. Ho, nee! Haha, nu moet je helemaal opnieuw. Helemaal ook gewoon. Ja, maar Peach moet ook helemaal opnieuw, of niet? Ja, yeah. Nu gaat lang duren. Nee! Kutzooi! Rip. Oh, ik kan de chat ook niet lezen, want mijn laptop is uitgevallen, maar ik zit even in een intense battle. Godper, dat was... Oké, dat was mijn eigen schuld. Nou, alles was mijn eigen schuld, hoor, maar... Daar niet van. Waar zit ik naar te kijken, jongens? Oh, nee! Oh, ik ben zouden ze na 5 minuten zeggen van stop maar, of? Ja, dat denk ik wel. Oh, zij heeft nu een checkpoint. Nu moet ik mijn best doen. Ik zei toch dat ik hier slecht in was? Ja, dat komt eigenlijk door die mindset, hè, dat het nou niet goed gaat. Peachy the winner! Ja, nee. Hey, zal ik zo meteen even op Flipperkast komen dat dan wij dan met sterren gaan ruilen? Oh, als dat gebeurt, dan... Nou, dan word ik echt salty. Dat zou geniaal zijn, oh mijn god. Och, ja, ik zie het al. 11. Ja, oké, dus dat moet ik wel doen. Het leven. 1-1. Nice, nu heb ik precies 30 coins. Ja, je kan maar... What the fuck, dit is echt niet normaal, Sander. 29. What the fuck is dit? Nee, dat ga je niet halen. Ja, die wel. Zonde van je 20 stappen. Ja. Ja, maar ik moet dit gewoon doen. Het is niet te geloven dit. Echt hoor, ik stop. Ik stop, ik zweer het, ik stop. Dit is niet te geloven dit.
Je haalt mij alleen niet. Nou, maar het is echt niet te geloven dat je dan nog 10 gooit. Over maar het ik had jou dan ook nooit kunnen halen, ja. Nee, maar hoe de fuck is het mogelijk dat het enige wat je kan gooien wat goed is, dat je dat precies gooit? Wacht, ik kom op... Ga ik nou 2... Ik denk het wel. Ik denk dat je nu 2 duels gaat doen. Oké. Dan kan ik die van Waluigi ook nog afpakken straks. Nice. Als ik deze win. Als het dan, hoop ik gewoon dat, dan hoop ik gewoon dat ik op Flipperkast kom en dat jij gewoon met iemand de sterren moet swappen. Dat zou kut zijn. Nee! Ik weet niet. Je mag practicen. Ja, maar ik weet niet wat Z is. Oh. Oh, schijnbaar is X Z. Moet jij even de juiste knopjes zien te vinden? Oh, wat doe ik? Je oh. drukte weer op Z. Ja, ik drukte op knopjes. Ik, sorry dat ik practice, maar ik vind dit zo naaiend. Ja. Ik denk dat Z, die C-stick, dat dat J-K-L-I is. Kan dat? Mag ik dat practicen? Ja, tuurlijk. Ja, dit vind ik wel... Deze mag je wel practicen. Nou, ja. Ja, ja, ja. Ik weet alleen... Oké. Okay. Ja. Ja, dus het ene knopje is... Is je ene wiel en je gewone ding is je andere wiel, zeg maar. Oké, ik heb dus geen idee hoe dit werkt, nog steeds niet, maar ik doe wel gewoon wat. Dus je moet je gewone... Ja. Nou maar. Ik pak er straks nog wel... Oh, did I win? Ja. Ja, kut hoor. Ik vind het jammer dat we nou precies deze minigame krijgen. Ja. Yeah. Well, that's it voor de duel. Gast, kom eens terug, ik wil nog een duel. What the fuck, hè? Ja. Yeah. Peach. Stars. En Star. Die Peach denkt van, hij blijft hem maar sterren geven, wat is dit? Nee, deze ga ik terugverdienen. Dit keer. En anders boeit het... Ook niet heel Lunar veel, Ticks. Maar Lunartix, dat klinkt wel leuk. Oh ja, je moet, hoe zat het ook alweer? Oh ja, je moet binnen de tijd op het platform komen, alleen je moet wel zorgen dat je als laatste op het platform komt, snap je dat? Oké, maar A is dus... Fire. Sneller naar beneden, of... Nee, fire, dus dat je blijft hangen. Oké. Okay. Dit is wel een leuke minigame. Deze moet je makkelijk kunnen winnen van de computer. Denk je? Ja. Je moet gewoon wachten totdat zij gevallen is en dan gewoon zelf vallen. Kijk, zij is er al bijna. Ja, laat haar vallen. Oh, je ging nog even op A drukken om het spannend te maken. Ja. Dat was wel risky. Waarom deed ik dat? Ik heb het nog gewonnen, maar... Oeh. Ik drukte per ongeluk op A, inderdaad. Maar dat was eigenlijk ook niet helemaal expres. Oeh, ik ben met Waluigi het meest kutte karakter van Nintendo. Nou, doe eens normaal tegen Waluigi. Ik weet dat je dat zou zeggen. Ik snap wel waarom die niet in Smash zit. Ah, nee! Wow, hoe durf je, Sander? En ik ben weer de... Ik ben weer de jumper. Nee, jij bent de schieter. Oh. En ik ben de jumper, dus je hebt deze sowieso gewonnen. Dit is echt niet te doen met... Hij reageert niet direct of zo. Je moet nog best wel lang wachten voordat je weer mag schieten.
Oh, jullie zijn er ook al bijna, hoor. Ja, ik spring fucking goed. Alleen Pietje snapt het niet. Maar verder sprong ik echt wel heel goed. Ik heb gewoon om en om gedaan. Mm-hmm. Ik wist niet wat de beste strat was, maar ik heb gewoon om en om gedaan. Kom op, laat me alsjeblieft 3 gooien. Nee, niet 3. Alsjeblieft 3. Gun me spel, gun me alsjeblieft om 3 te gooien. Ja! Ik ben nu al salty. Dit wordt echt de beste play. Dit wordt de beste play ooit. Dit wordt de beste play ooit. Oh, dit is ook sowieso sterren wisselen? Nee. Ah. Met jou. Met jou. Yoshi? Ah, godverdomme, dit had leuk kunnen worden. Wat een geluk. Oh, maar het was ook niet zeker weten sterren. Nee. Oh. Maar dit had zo leuk kunnen zijn. Ja, oké, maar zelfs al was ik het geweest, de kans dat je sterren had, was dan ook nog best wel laag. Volgens mij, of niet? Maakt me ik bedoel, echt uit. Sterren wisselen, hè? Echt sterren wisselen, die is best laag. Mm-hmm. Ik had zoveel hoop dat ik jou echt gewoon zo hard zou vernederen, maar nee. Het is was wel leuk geweest voor de video, maar ja jij dat, moest weer zo nodig dat niet doen. Dat had echt de beste geweest voor de video. Ja. Dan was ik wel heel salty geweest, maar... Dan munt hij echt genoten, denk ik, als ze dat hadden gedaan. Oeh. Ik denk... Oh, hij heeft niet genoeg geld natuurlijk. Never mind. Dat had hij net wel, maar toen raakte hij al zijn geld kwijt aan Peach. Ja. Oh! Dat is niet handig. Oh! Oh, moet eerst vechten. Eerst nog een duel. Gaan we eerst nog die hele duel. Die hele duel boeit me geen fuck, gast. Ik wil gewoon weten dat ik niet verlies. Het kan nog steeds gebeuren. Ik denk dat Munty er niet meer is, maar... Cockjock. Wat is dit nou weer? Dat is niet netjes om dat zo te zeggen. Oh, dit is echt met de toetsenbord weer onmogelijk natuurlijk. Nou, dat weet je niet. Als je toch eventjes moet wachten. Ja, dit is echt moeilijk. Ja, dat geloof ik best. Dit is echt kut. Ja, maar Peach is ook trash, hè? Dus... Mm-hmm. Ik denk haast dat je nog wel gaat winnen. Of moet je per se bij het einde komen? Ja, ik denk het wel. Ja, dan heeft Peach gewonnen, want dan... Nee, oké. Okay. Als er iemand moest winnen, had Peach gewonnen, want die was voor. Die stond voor. That's it voor de duel. Maar nu komt het heerlijke. Alle sterren van Hans onderweg naar mij toe. Oh wee. Dat ben ik, Sander. Sander, en dan al zijn sterren naar mij. Yes! Wow. Yes! Ik ben zo blij, hè? Ik stop met leven, hoor! Ja, dit is dat geluk dat ik dus ook de hele tijd had, hè? Dit is het geluk wat ik de afgelopen 7 potjes heb moeten doorstaan. Wat een... Hoeveel hebben we nog? Nog 2. Nou, eigenlijk 1. Hey, map. Hoe staat het ermee? Karma is een vieze bitch. Ja, zeg dat wel. Ik ga gewoon boven langs. Zonder dubbel. Misschien was dat niet heel slim.
Oeh, Sluggish. Ja, sowieso voor zo één, want die kan ik toch niet meer gebruiken. Ja. Dus 4 tegen 4. Dat is ook alweer een tijdje geleden, volgens mij. Note to self. Oh, deze. Deze ging ik de vorige keer echt ziek goed. En ik weet nog steeds niet hoe ik dat heb gedaan. Wij staan gelijk. Hebben we nu bijna gewonnen? Ja. Nice. Sander Salt eerder. Nee, gast. Ik ga hartstikke goed, gast. Bruh, check dit. Ik heb 14 tegen 2 tegen 3 tegen 1. Dat is niet helemaal. Ik sta tenminste dik voor. En we hebben nog maar één turn. Ik haat mijn leven. Dus hij haat zijn leven. Oh. Kan ik 0 gooien? Nee. Denk het niet. Omdat je eerder 7 games verloor. Ja, weet je, ik heb mijn geluk gewoon even aan Milan gegeven. Ik denk, dat vindt hij misschien ook dit wel leuk. Is toch niet te geloven? Oh, zo mooi dit. Ah, op zich maakt het ook niet zoveel uit of je veel. Is dit de laatste beurt, ja, hè? Ja. Ja. Oh. Gaat hij ook nog ergens anders naartoe ook? Oh, ik hoopte dat ik nog 3 stappen over had. Hoezo, was dat een... Dan had ik weer op... Dan ging we het voor de derde keer proberen, Sander. Er is dus 2 keer op de flipperkast gekomen. Yeah. Dus flipperkast is dat je sterren kunt omwisselen en zo. En elke keer was ik er niet bij. Echt iedereen is er geweest, behalve ik. Waluigi en Peach hebben een keer gereld. En Peach en jij hebben een keer gereld. Nou, geruild. Ik heb gewoon al mijn sterren afgegeven. Ja, jij hebt al je sterren afgegeven en... En Dinges heeft geld afgegeven, Waluigi. Telt coins in dual minigames, telt dat ook als minigame ster? Dat denk ik niet. Maar ik durf het niet te beloven. Dan, zoals je heel vaak op duel komt, dan kun je ook nog gaan voor de gewoon heel vaak minigames. Je kan het beste gewoon een battle minigame winnen. Ja, dus maar ik denk dat Peach ook de minigame star heeft, want die heeft in 1 keer 67 coins gewonnen bij die battle. Ja, omdat wij die game mode niet echt goed waren. Nee. Ja. Wee, gewonnen. Yay. Heb je nu 2 sterren van de? Of 1 ster van de? Ja. In de DS was het All at Night. Als je dan op een dual minigame kwam, dan kon je dus ook voor 2 sterren spelen. Dus dan speelde je gewoon alles of dat niets. Was echt, ja. En als je dan zo'n eentje kreeg zoals Trash Landing, een beetje zo'n soort pityfall. Dan was je echt salty, want dan... Of een cheap chance. Mm-hmm. Die was ook kut, man. Dan moet je echt geluk hebben. Op zich geeft het wel wat meer spanning of zo. Dat je ook voor 2 sterren kon. Alleen het was wel random, zeg maar. Ja, ik zou het wel leuk vinden als dat zou kunnen. Die had een soort roulette-achtig iets. En dan kon je... Maar je kon niet kiezen voor... Je kon eigenlijk niks kiezen, zeg maar, in de DS. Maar op zich, ik vond het altijd wel leuk. Oké, is er iets wat ik wil bereiken? Er valt niet zoveel te bereiken. Nee. Ik gooi gewoon, pocket, gewoon, mushroom op die bitch.
En het is ook dag, dus ik kan... Oh! 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 Het wordt gewoon, het wordt ook gewoon echt steeds erger. Je krijgt gewoon 30 coins ook, hè? 30? Hoezo krijg ik 30? Ja, weet jij het? Ik vind het niet erg trouwens, maar... Nee, natuurlijk niet. Oh ja, je kunt niet voor 3 dobbelstenen, dus dat maakt sowieso niet uit. Yay, 3 coins! Lekker bezig! En een 4-player minigame. Leuk, 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 leuk. Doe even voor 50. Oh! Nou, your wish comes true. Oh nee, deze is kut, denk ik. Of niet? Volgens mij moet je elkaar eraf beuken. Hoppa. Op zich maakt het niet heel veel uit. Het is voor coins, maar... Oké. Zullen we afspreken dat we niet op elkaar gaan? En als het nou 1 tegen 1 is? Ja, oké, tot dan. Oh, kut. Kut. Hey. Waluigi, ga eraf. Ga eraf. What, yo? What the fuck? Hoeveel endurance hebben hun? Oké. Ja, nu moeten we wel voor elkaar gaan. Maar die... Maar die... Waarom werd het ineens zoveel lichter? Maar die... Dat gebeuren van die... Van... ik weet niet eens, ik kom niet eens meer uit mijn woorden. Nee, fuck. Die... Holy damn, wat een intense battle, jongen. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, what the fuck? Wat gebeurde er? Wat een kutspel, zeg. Ik weet niet hoe, maar ik heb gewonnen. Ik ben helemaal klaar mee vandaag. Ik vind het zo mooi. Hey gast, je bent wel gewoon tweede, hè? Daar mag je gewoon trots op zijn. Ik ben geen Sander die daar trots op is. 69. Milan Zout, ja, zeker Simon. Zeker Milan Zout. Hey, maar... Hoezo, jij was toch ook aan het streamen, Simon, of niet? 14 sterren, zo, hier. Dan ben je wel echt een baas. Ja, niemand keek. Ja, weet je waarom? Omdat jij live gaat als iedereen live is. Ik, Milan. Als iedereen. Druk nou maar verder, hè? Dan denk ik, meh. Ja. Minigamester. Nou, wie zou die nou misschien hebben? Misschien dat ik die nog wel heb. Ja, omdat tuurlijk ik heb jij... Minigame. Ja, ja, tuurlijk heb jij die. Door die laatste minigame. Deze heb jij ook. Nee, die orm niet, denk ik, hoor. Heb ik zoveel orbs gehad? Ja, schijnbaar wel. Oh, dit is zo mooi. Oh, dit wordt sowieso een video. Ik wou echt jouw wereld zien branden door het feit dat ik eventueel met de flipperkast jou had gepijnigd. Dat maar. Is wel kut. Dat was echt geweldig geweest. Weet je, ik had dan wel gelachen. Denk ik. En je stond wel tweede. Dat is iets. Je werd wel flink ingemaakt hoor, maar je stond wel tweede. Dus. Sander, ik ben niet zoals jij dat ik daar tevreden mee ben. Ik zou er wel tevreden mee. Nou ja, niet als je 3 sterren hebt, nee. Dan zou ik er niet tevreden mee zijn. Hou je kutkop. Als je nou een goed aantal sterren had. Oh, sorry hoor, ik ben ook even een keer. Ik ga het er nu invrijven, nu nog kan. Echt een lul. Hier, die minigamester scheelt helemaal niet zo heel veel, jong. Het staat 7... Oké, ik wil nog wel even zeggen dat het 7-2 staat. Nee, dat we dat even weten. Ja, hier, daarom. Dus ik vijf het er nu even in. Gelijk BS dead. Oh, je ging in Minecraft bullshit reden dood. Ah. Ja, oef. Dat heb je wel eens. Ja, dat is vervelend. Door zijn internet. Maar, ik vind dit een mooi einde van de stream. Vond je dit nou een leuke stream? Kan me niet voorstellen. En video. Mag je dat belonen met een duimpje?
Yeah. Vond je dit geen leuke video? Vertel dan even waarom. Dan zie ik jullie de volgende keer. En ook voor de stream, ik zie jullie de volgende keer. Later. Doei. Ik ga ook weg. Mijn ziel is ook weg. Doei.